Dirk. Ik zag jou sprinten en ik dacht, jij doet dat sneller dan Bolt op de 100 meter. Wat ging er? Wat gebeurde er? Nou, dat was even de zesde versnelling die erin kwam. Nou, nee, Coben die gaf die bal diep en achter de verdediging bij hun. En ik denk, die bal die kan ik hebben, dus ik zet hem op een loop en ik was sneller dan Cornelissen. En, nou goed, ik sprint hem eruit, leg hem breed op Soleimani en tik hem in. Ja, want je zegt het heel simpel, ik sprint hem eruit, maar het zag er wel heel pijnlijk uit. Want op een gegeven moment moest je gewoon een vergrootglas gebruiken om te kijken wat Tim Cornelissen was. Oké, ja, goed. Ik ben snel, dat is een wapen en die kon nu goed gebruikt worden, dus ja, dat is mooi. En daarna een actie, ik zie je naar binnen trekken, ik denk je gaat schieten en dan, je moet zelf ook lachen, wat gebeurde er dan? Nou ja, goed, ik wilde hem verwoestend uithalen. Maar ja, goed, het kan wel eens voorkomen dat je hem net iets met je linker aantikt voordat je hem naar rechts wil schieten. Dat gebeurde nu ook en ik maak keihard langs die bal heen. En omdat er zo'n sweeper achter die bal achter mijn been zat, ja, draai ik even een pirouetje. Ja, het zag er heel grappig uit. Maar jullie zijn dan de eerste 20 minuten zo sterk de eerste helft. Ik zit op het puntje van mijn stoel en dan denk ik, Ajax gaat er overheen. Maar wat gebeurt er dan? De tweede helft. Ja, klopt. De tweede helft, toen ging het in één keer bergaf was met ons. We hadden geen druk meer naar voren. We lieten Twente komen en we kwamen er gewoon niet meer vanaf. En zij kregen daardoor wat kleine kansen, niet hele grote kansen, maar misschien 1 of 2. Maar ja, dom van ons. Dit is toch wel echt een zure nasmaak, hè? In de arena zo'n wedstrijd tegen Twente. Want dit was jouw eerste Twente-wedstrijd. Hoe heb je dit ervaren? Nou ja, ik heb met RKC wel eens tegen Twente. Ja, maar met Ajax? Maar niet met Ajax, inderdaad. Ja, je weet dat je hier de punten moet pakken. In ieder geval, wil je kampioen worden, dan moet je gewoon dit soort wedstrijden ook willen winnen. En we waren goed op weg. Maar ja, goed, de tweede helft was minder. Het moet toch wel anders, hè? Want het goed op weg, dat is leuk, maar het moet toch beter. Want het gaat toch om het eindresultaat? En, sommige wedstrijden komen we achter, tonen we veerkracht en dan laten we de tweede helft zien dat we kunnen voetballen en dan gaan we eroverheen. Nou, en nu komen we goed voor. Laten we vanaf de eerste helft zien dat we goed kunnen voetballen. Nou, en de tweede helft is gewoon omgekeerd. Dankjewel. Ja, alsjeblieft.